allemaal, welkom in weer een nieuwe vlog. Ik zit hier samen met Larissa. Zij zit nu achter het stuur even geconcentreerd op te letten. We zitten op dit moment in de auto onderweg naar Amsterdam. Want wij gaan straks de Wonder Experience meemaken. En dat schijnt heel erg cool te zijn. Ook mega Instagrammable. Hoe dat er allemaal uitziet, dat laat ik straks aan je zien. Het leek ons in ieder geval weer heel erg gezellig om jullie weer mee te nemen met de vlogcamera voor een paar dagen deze week. Nou, vanmiddag ben ik al eventjes in Houten geweest. En toen heb ik ook een klein beetje gevlogd met mijn telefoon. Want had ik de camera nog niet. Dus die beelden laat ik je ondertussen even zien. Zo, ik ben op dit moment in Houten met mijn moeder. Hallo! En we zijn op dit moment bezig met het maken voor wat nieuwe kettingen in de webshop. Dus die komen er binnenkort aan. En ik kan je vertellen dat ik er heel erg excited over ben. Het zijn wel echt hele leuke die er aan gaan komen. Met bijvoorbeeld deze kettingjes. Hier zitten dan van die zilveren bolletjes tussen. Dat vind ik altijd heel leuk te uitzien. Dus wanneer dat zo is, laat ik het wel weten via Instagram stories. Kijk eens wie hier zijn. Het is Marshall, Serena. Serena kwam, zoals je kunt zien, een aantal pakketjes ophalen. En ze is net terug uit Amerika en heeft Hot Cheetos voor me meegenomen. Maar deze zijn twice as hot. Twice as hot. Oeh, ze zien er ook wel echt... Flaming hot zien ze eruit. Neem maar een kleintje, ja? Ja. Wow. Nee, niet aan Marshall geven hoor. En kijk deze van, hoezo niet? We zijn er in Amsterdam bij Wonder. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik ben benieuwd wat er gaan aantreffen. Ik zie een roze loper, heel veel mensen ook. Dus het zal wel druk zijn. Ja. Oké, we zijn binnen. Het is echt druk. Dus over 10 minuutjes gaat de experience beginnen. Alles is zo mooi roze. Het is roze allemaal. Nou, we zijn nu binnen in de Wonder Experience. En het idee is gewoon een beetje dat het helemaal vol met fotohoekjes zit. Dus het is super Instagrammable. Je zit hier achter me allemaal van die gekleurde muren. En je kan hier wat tekenen op de muur. En ja, je kan eigenlijk gewoon overal foto's maken. Super roze, super pastelachtig. Dus ja, het is wel echt heel erg leuk als je net als ons van foto's maken houdt. We hadden net het geniale idee om een foto te maken met confetti. En dan gaan we natuurlijk Norma uit het haar krijgen. Het staat wel leuk in je haar. Nou, we zitten weer in de auto en voor degenen die het willen weten, deze Wonder Experience kost €24,50 en het zit in Amsterdam Noord. Ja, hij is 7 dagen in de week geopend van 11 tot 7 uur uit mijn hoofd. Het wordt nu weer donker, dus we gaan weer richting Utrecht. We hebben ook nog onze foto's kunnen uitprinten, dat kun je daar ook doen, dus dat is ook weer erg leuk. Goedemorgen, het is vandaag de volgende dag en het is een hele leuke dag, vind ik, want ik ga eindelijk weer een nieuwe tatoeage laten zetten vandaag. En je ziet het misschien al een beetje aan, maar ik ben ergens een beetje zenuwachtig of zo, maar ik heb er vooral echt heel veel zin in, althans niet in de pijn. Maar wel in dat ik hem straks op mijn arm heb staan. Want dat is toch wel iets wat ik een tijdje wilde doen. En ik ben dus laatst op 10 september 28 jaar geworden. Ik heb gewoon een mailtje gestuurd 2 dagen voordat ik 28 werd. En de artiest bij wie ik het ga doen, die had plek. Dus het is allemaal ook vrij snel gegaan. Want ik heb dus vorige week gemaild en ik heb nu de afspraak. En het is bij dezelfde artiest als waar Larissa haar vlinder heeft. Dus
Ja, ik vind alles van hem mooi. Ik weet zeker dat het helemaal goed gaat komen. En ik heb er helemaal zin in. En ik ga dus wel in mijn eentje erheen. Want er is bij Salon Serpent gewoon niet zoveel ruimte. Dus er kan niemand bij zitten. Dus ik ga nu even mijn ontbijt opeten. Dan ga ik denk ik nog eventjes de mailbox af. En dan rond een uur of 11, dus dat duurt nog wel even, ga ik richting Amsterdam. En ik heb dus even scrambled eggs gemaakt. Ik moet heel eerlijk toegeven dat die helemaal overcooked is. En niet zo mooi, omdat ik het allemaal probeerde te filmen. Maar oh, ik hou hier echt zo van, hè. Toast met ei. Ik weet trouwens niet 100% zeker of jullie het horen. Maar op de achtergrond hoor je wat machines en dingen. En afgelopen paar dagen heb ik alleen maar geboor gehoord hier. Omdat ze de muren aan het isoleren zijn. Maar vandaag begon mijn dag een keertje niet met boren. En ik voelde me zo blessed vanmorgen. Want ik hou niet zo heel erg van veel geluiden in de ochtend. De afgelopen twee dagen ben ik echt gewoon heel agressief geweest eigenlijk. Ik ben ook best wel boos geweest. Ik heb ook meteen ruzie gemaakt gisterochtend met Larissa. Want ik kon het niet aan. Dan ben ik gewoon heel snel aangebrand. Maar nu, vandaag, is het niet zo. Dus het is gewoon een mooie dag. Dat wilde ik nog even kwijt. En ik zal ook maar eventjes een klein beetje real met jullie zijn. Ik film expres in dit hoekje op dit moment. Omdat de achtergrond gewoon echt best wel een zooi is. Oh my god. Oké, before en after. Tadaa! Zo, ik ben aangekomen in het prachtige Amsterdam. Ik loop nu richting Salon Serpent. Ik ben echt ontzettend te vroeg, omdat ik een trein eerder had. Maar ja, alles is beter dan te laat, vind ik altijd. Dus ik ben ondertussen even een lijntje aan het eten. Ik heb nog een broodje gehaald. Ik doe het allemaal lekker rustig aan. En ik kijk een beetje moeilijk, maar de zon schijnt. Dus het is een super mooi dagje. Ik ging er net even over nadenken. En toen ben ik toch een klein beetje zenuwachtig, want het gaat natuurlijk wel gewoon pijn doen. Prima. En ik ben natuurlijk alleen. Vind ik ook altijd wel een ding. Maar voor de rest, tja, is niet anders. Ik ben inmiddels binnen. En we gaan heel even kijken hoe de tatoeage op mijn arm plakt straks. Of past. En ik heb er best wel zin in. En ik ben een beetje zenuwachtig, eerlijk gezegd. Dit is Roald. Hi. Hij gaat me straks helpen. En dit wordt waarschijnlijk de tatoeage. Dus, ik ben benieuwd. Zo, we zijn heel even een pauze aan het houden. Ik ben heel veel een broodje aan het eten, dus ik zit even buiten. En we zijn nog wel even bezig, denk ik. Maar het komt er al heel erg mooi uit te zien. Ik sta weer buiten. Ik ben echt super blij met het resultaat. Ik zal eventjes een beeld invoegen van hoe het eruit ziet. En nu moet het de komende tijd natuurlijk eventjes een beetje kalmeren en moet ik het goed verzorgen. Maar het is echt, ja, precies wat ik ervan had verwacht. Het was een hele gezellige dag. En ja, hij is gewoon echt heel mooi geworden. Ontzettend groot, ik weet het. Maar ja, ik vind hem echt heel tof. Dus ja, het is inmiddels na 6. Het is nu 6:30. Waarom 6:00 klaar? Dus we hebben er iets van 5 uur over gedaan. Dus dat was behoorlijk lang. Maar ja, het was gewoon een hele gezellige dag. Dus yay. Ik ben inmiddels weer thuis. De zon is onder aan het gaan. En ik ga heel eventjes mijn chillpak aantrekken. En gewoon lekker televisie kijken. En ik zie jullie morgenochtend weer. Een hele goede morgen. Het is weer de volgende dag. Ik heb super lekker geslapen. Echt als een roosje. Ik viel behoorlijk als een blok in slaap. Ik ben net even snel naar de winkels gegaan. Want ik had alles in huis. Behalve vershoutfolie. Want ik moet deze nu heel eventjes schoongemaken. En opnieuw folie eromheen doen. Dus ja, dat ga ik nu heel eventjes doen. Nou, het valt mee met hoe vies die is geworden. Oeh, ik moet oppassen dat mijn haar er niet in gaat hangen. Gooi hem weg. Zo, nou, het zit er weer op. Ik heb het geprobeerd zo netjes mogelijk te doen. Maar ja, het is natuurlijk wel minder netjes dan dat het gisteren zat. Maar het zit gewoon dicht, dus het is veilig. Het is goed ingesmeerd. Ik ga nu heel even wat eten. En dan ga ik straks Larissa ophalen. Want we hebben straks een event richting het zuiden. Dus niet een keertje niet in Amsterdam, maar ik weet eerlijk gezegd niet waar. Maar ik weet wel dat we naar beneden moeten rijden. Ja, we wilden daarvoor ook nog heel eventjes Tilburg in uit mijn hoofd. Dus ik ga er straks ophalen met de auto. Maar eerst even eten. Dit is ook wel echt top. Ik ben zo blij dat ik straks de deur uit ga. Want ze zijn nu letterlijk bij mij bezig volgens mij. Nou,
We zijn eindelijk samen. We zijn ondertussen even richting Tilburg gereden. Omdat we de tip hadden gekregen van een vriendje van jou. Ja, dat hier een hele mooie kringloop zit. Dus ik had al even op Instagram gekeken en dat zag er super mooi uit. En in het echt ziet het er ook echt super mooi uit. Groot. Heel geordend. Het lijkt eigenlijk gewoon een normale winkel. Ik zal het eventjes laten zien waar we bijvoorbeeld nu staan. Dit is een beetje de breihoek of zo. Breihoek, DIY, allemaal stoffen, breinaalden. Dus echt super mooi georganiseerd. Maar kijk hoe het eruit ziet. Het is gewoon heel netjes. Dus we vinden het gewoon even leuk om even te kijken wat ze hier allemaal hebben. En aangezien we toch al ongeveer deze kant op moesten voor dat event straks, dachten we, het is leuk. Dan gaan we het gewoon even combineren. Ja, we zijn echt net binnen. We hebben nog heel veel te gaan. Want als je hierachter kijkt, zie je hoe groot het is. Je kan hier echt een tas of zo van maken of iets anders. Maar dat is wel echt cool. Nou ja, jij kan er een tas van maken. Ik denk niet dat ik het voor elkaar ga krijgen om daar iets van te brouwen. Maar als je die skills hebt. Kijk dan, deze ritsen op die oude magazines. Echt heel netjes gedaan. Ja, hè? Ja, heel ik word daar wel vrolijk van. Nu ben ik natuurlijk heel erg benieuwd naar de kleding. En hier zie je ook al een bordje hangen kleding. Dus ja, kijk dan. Het lijkt gewoon een winkel. Ik vind het heel cool. Ik hou hier wel van. Lekker veel orde. We hebben enkele dingen gevonden. En dan zagen we hier nog dit jurkje hangen van mijn jewelry. Ja. Deze vonden we heel erg leuk. Het is niet onze maat, dus we laten hem hangen. Maar hij ziet er niet nog nodig. Heel erg netjes uit ook. Maar ja, wat ik net ook al 3 keer heb gezegd. Volgens mij alles hangt op kleur, op soort. Het is gewoon lekker georganiseerd. Dus het is heel lekker fijn shoppen eigenlijk. Je weet gewoon waar je moet zijn, waar je moet kijken. Oké, ik vind deze trui wel heel vet. Dat hij zo lekker, hij is ook echt XXL. Zo ziet hij er ook uit. Daar hou ik van. Het is alleen dat kolletje die maakt hem voor mij dat hij hem net niet is. Deze jas, ja, ik had al het vermoeden dat hij te groot zou zijn, maar hij is echt huge. Deze is iets minder groot. Donkerblauw, maar ik vind hem nog steeds te breed. Ja, ook. Want En dit is het boohoo jurkje. Ik vind hem wel echt heel erg schattig. En ik denk dat het vooral een heel makkelijk jurkje is, zodat je echt alles eronder kan verbergen. Ik weet niet helemaal zeker. Ik heb het denk ik ook helemaal niet nodig. Maar het is wel echt een heel leuk jurkje en hij ziet er nog heel mooi en netjes uit. En ik heb ook dit super mooie vest gevonden van Polo by Ralph Lauren in een XL. En ik dacht namelijk dat deze wel heel erg mooi zou kunnen zijn voor mijn vader. En hij zegt dat hij hem wel mooi vindt. Dus ik ga hem heel eventjes aandoen om te kijken of die gewoon netjes is en geen gaten heeft. Maar dan zou dit wel een heel leuk cadeautje alvast soms kunnen zijn, want hij is over een paar dagen jarig. Dit is echt een mooi vest. Dus voor mij is die, zoals je kan zien, lekker oversized en groot. Maar ik denk dat die onze vader wel heel erg mooi kan passen. We zijn nu onderweg naar het Zenos event. En ik weet niet zo goed wat voor route we hebben gekregen via Google Maps. Maar het is een hele mooie natuurlijke route met allemaal natuur en paarden en dieren en bos, alles om ons heen. Dus het is gelijk een soort van natuurlijke culturele route. En er vliegen hier allemaal vliegtuigen. Echt hele grote vliegen de hele tijd over. Echt een stuk of 6 of zo. Dus geen idee waar wij zijn. Maar het is weer wat nieuws. Wel leuk om te zien. Nou jongens, we staan weer buiten, we gaan naar huis en we hebben echt een super grote goodie bag gekregen met allemaal spulletjes die erin zitten. Moet je kijken. Echt gevuld met allemaal mooie woningspulletjes en het is echt een mega grote goodie bag. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Super, super bedankt Zenos. Echt heel lief. Kijk. Metal straws. Mand. Oké, ik ga hem niet helemaal uitpakken, maar ik raak het een beetje, hè? Oeh la la, I like it. Zo, ik ben weer thuis. En ik dacht, het is toch wel eventjes leuk om deze goodie mand te laten zien wat erin zit. Even iets rechter neerzetten trouwens. Het is zo ontzettend scheef. Dus, heel eventjes kijken. Eerst even mijn spullen eruit halen die ik er zelf in heb gestopt. Een banaan en een flesje water. Nou, hier 2 hele mooie bekers. Ik heb echt een soort van mokken obsessie. Dus eigenlijk kook ik heel veel mokken. Dus ik kan hier echt heel blij van worden. Want deze zijn echt super mooi.
Het is ook eigenlijk wel een beetje een shoplogje dan, hè? Want het zijn allemaal items van de Zenos. Deze zijn heel erg mooi. Deze lagen op tafel. Dit zijn van die rieten onderzetters. Ik zie hier ook een heel leuk geel kleedje. Metalen rietjes. Een cupcake mix. Chocolade. Een nep plantje. Altijd handig. Mooi plankje. Kaarsjes in de vorm van tijgertjes. In het goud. Die vind ik echt heel erg schattig. Dan heb ik hier een Boeddha hoofd in groen. Ook dit is weer een trendkleur. Qua kleuren past dit best wel in mijn interieur. En dan heb ik hier ook nog deze. Oh, deze is echt heel leuk. En dit is een blaadje. Met aapjes erop. En natuurlijk deze mand. Super gul allemaal. En nogmaals heel erg bedankt, Zenos. Ik heb de nieuwe mokken heel eventjes afgewassen. Dus ik heb nu net even meteen een theetje gemaakt. Deze vind ik heel erg lekker. Dit is de Spicy Chai van Yogi Tea. Ik heb ondertussen ook nog mijn joggingbroek aangetrokken. Dus ik ga heel veel de bank op. Jongens, ik wil nog eigenlijk heel eventjes iets aan jullie kwijt. En dat is dat ik heb auto gereden naar Tilburg en ook nog naar het Zenos event. Dat was in Nieuw-Kuik. En dat was best wel een overwinning voor mij, want ik heb heel lang rijangst gehad. Ja, we hebben dus nu sinds kort een eigen auto. We hebben zeg maar niet heel vaak een auto nodig, maar soms is het gewoon heel erg handig, zoals met dat event van vandaag. Ja, ik reed dus ook geen auto, heb eigenlijk nooit echt auto gereden sinds dat ik mijn rijbewijs had. Heb wel eens in het buitenland auto gereden en gek genoeg had ik er dan wat minder moeite mee of zo. Kijk, weet je wat het is? Ik heb volgens mij meer faalangst, bang voor wat andere mensen voor me denken, dan dat ik daadwerkelijk rijangst heb. En ik vond het heel moeilijk om in de auto te stappen. Echt zo moeilijk dat ik echt gewoon tot jankens toe, zeg maar. Het was echt best wel extreem. En het is ook best wel een beetje spannend geweest de afgelopen keren. Maar in principe, ik kan rijden. Ik weet waar ik mee bezig ben. En nu heb ik dus ook geen last meer van dat gevoel of zo. Dus ik kan gewoon de auto instappen. En ik kan dus blijkbaar ook gewoon naar Tilburg rijden. En ik weet dat het misschien no big deal is. Het is alleen maar rechtdoor rijden en niet zoveel aan. Maar voor mij was het wel een big deal. Omdat ik gewoon al zoveel struggles heb gehad met gewoon überhaupt in de auto stappen. Dus dat wil ik even kwijt. Ik moet zeggen jongens, ik voel hem wel hoor. Deze look, mijn tattoo. Ik heb nu al meteen, ik zeg het gewoon heel eerlijk, ik heb nu al meteen kriebels om nog meer erbij te nemen. Misschien heb ik zelfs al een afspraak voor volgende week. Maar dan niet voor zo'n groot plaatje, maar voor het anders. Misschien eigenlijk 100% zeker. Nou, doei! Zo, daar ben ik weer. Ik ben op dit moment bij Larissa thuis aan het werk. Oh, ik heb die doekjes er echt nog in. Dat doen alle mensen met die Apple AirPods, toch? Die houden ze expres in, omdat het cool staat. En nou, hier is Laris. Hallo! We zaten net eventjes naar buiten te kijken. En wat we dus zagen is dat hier een beetje zo'n blauw randje zit. En dat doet ons een beetje denken aan de zee. Ja. Dus het lijkt net alsof dit gewoon dit de lucht is, dat de zee en dan dit de stad. En dat is natuurlijk niet waar, maar we dromen gewoon heel erg graag. Ja. Dat lijkt ons heerlijk om aan de kust te wonen. Maar het lijkt gewoon net echt. Maar ja, die wolken die hangen de laatste tijd gewoon heel laag of zo. Ik krijg hier inderdaad wel een soort van bijna gelukzalig gevoel van. Ja. Bijna een vakantiegevoel. Er is dus nog even uitgebreid foto's aan het maken. En die is ook bezig met het editen. Dus, maar we nemen nu heel eventjes een klein beetje een pauze, een koffietje erbij. Dus, maar goed, we zijn dus aan het werk voor video's voor jullie die er allemaal aankomen. Dus gezellig. Zo, daar ben ik weer. Het is inmiddels de volgende dag. Gisteren ben ik een beetje in slaap gevallen. Heb eigenlijk alleen maar Temptation Island gekeken. Dus ik was eigenlijk gewoon vergeten te vloggen. Wat ik even wilde laten weten is dat Larissa en ik weer terug willen gaan naar 2 video's in de week in plaats van 1. Nu plaatsen we steeds een video op de zondag. We willen weer op de woensdag en de zondag gaan plaatsen. Net zoals we het eigenlijk altijd deden. Eigenlijk, waarschijnlijk als je de video nu kijkt, zijn we al net begonnen ermee met de extra uploads of net niet. Ik weet even niet precies wanneer deze online komt. Maar dan weet je dat. Dus als je nog geen abonnee bent, druk even op die abonneerknop. Druk ook meteen even op dat belletje, zodat je een melding krijgt wanneer we een nieuwe video plaatsen. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. De vlog ga ik namelijk voor deze nu afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Zo ja, geef hem even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei!